Om de kassa in elkaar te zetten moeten alle stukjes voorzichtig uit de plankjes worden gehaald. Soms is het handig om daar een stukje onder te leggen en gebruik te maken van het hulphoutje. Er is weinig gereedschap nodig. Het hulphoutje, soms even wat schuurpapier om braampjes en dergelijke weg te halen en een vaccinelichtje om de zaken goed glad te maken. Af en toe een beetje schuren, daar waar nog braampjes zitten, belangrijk met wax werken, maar vooral ook kijken of het goed draait en dat een flink aantal keren proberen, zodat je zeker weet dat het functioneert. Er staan symbolen op de pagina's, daar waar het glad gemaakt moet worden, staat een symbooltje van het vaccinelichtje. Het symbool van let op geeft aan dat er opgelet moet worden, soms even speciaal opletten op de richting of de manier waarop het wordt gemonteerd. Een enkele keer moet er een onderdeel afgesneden worden, dat gaat met name hier om de elastiekjes. Af en toe moet er iets symmetrisch worden geplaatst, dat kun je zien aan dit symbool. Er zijn ook reserveonderdeeltjes opgenomen, die hoop je niet nodig te hebben, maar als het zo is, dan zijn ze er. Het is handig om vaak vooruit te kijken, waar gaat dit onderdeel straks aan vast? En wat is de werking? De film gaat gewoon het handboek bij langs, maar is vaak versneld weergegeven om het wat vlotter te laten lopen. Veel succes met bouwen! Op pagina 4 beginnen we met het middendeel en daar moeten wat nokjes verbonden worden met een geleider. Door de nokjes eerst in het platte deel te verwerken, kan het andere plankje er redelijk vlot op worden gezet. Soms is het handig om de kleine onderdeeltjes van tevoren met wat wax te bewerken, waardoor ze wat makkelijker verbonden kunnen worden. Aan de andere kant moet ook een onderdeel worden geplaatst. Dat gaat om een rondje waar straks een asje in komt te lopen. Daarom is het handig om even te kijken of de binnenkant ook wel goed glad is. Om het rondje heen moet een haakje komen en dat moet goed kunnen draaien. Een liggend plankje. En dan gaan we onderdeeltjes bouwen die straks de beveiliging moeten maken. Daarbij moet je ervoor kiezen welke code er wordt ingesteld. Goed opletten dat de onderdelen in de juiste richting staan en ook ten opzichte van elkaar op de goede manier. Hier moeten de gaatjes onder en boven gelijk zitten. Er komt nog een cirkeltje op waarbij het tandje op de goede manier moet zijn en het ringetje eromheen ook de goede kant op moet wijzen. Zo komt er nog een serietje. En dan mag dat geheel op een plankje worden gemaakt. Lastig om ze allemaal op de juiste plek te krijgen. Door eerst te zoeken naar een verbinding kun je vervolgens het stevig aan gaan drukken. Met dit plankje dat heen en weer moet kunnen schuiven, wordt het wel of niet vastgezet. En met behulp van een elastiekje wordt het verend gemaakt. Een aantal haken moeten eraan gemaakt worden. Die moeten natuurlijk ook weer op de juiste manier worden geplaatst. En dan kan daaraan het beveiligingssysteem.
Als dat een keer klaar is, dan moet het voorzichtig door het middendeel heen gehaald worden en op de juiste manier vastgezet. Een plankje erboven. En dan gaan we aan een van de zijkanten beginnen. Een aantal onderdeeltjes erop die straks verbinding moeten maken met andere onderdelen. Een tandwieltje. Op de goede manier in elkaar gezet. Belangrijk om daar even met wat wax te werken. En dan kan het in die zijkant worden gelegd en gecontroleerd of het inderdaad draait. Aan de achterkant van de eerder geplaatste tandwiel komt ook nog een keer een tandwiel. En dan mag er weer met behulp van een aantal verbindingsstukjes een houder worden opgezet waar straks ook weer iets moet kunnen draaien. Dus ook hier weer de binnenkant even checken. Om de nummers te zien van de telling van de munten wordt er een ring gemaakt met de nummertjes erop. Zoals je ziet is het wat versneld weergegeven, als iedere keer dezelfde handeling. Wel even goed erop letten dat het in de juiste richting zit. Het past er ook maar op één manier echt goed op. Er komt een onderdeel op wat een remfunctie heeft. Daarom moet het op de juiste plek worden geplaatst. En dan kan de ring met de nummers daartegen aan worden gezet. Daar komt een ring overheen, een tandwiel, wat maar één kant op kan draaien. Daarbij moet je natuurlijk weer goed opletten dat de tandjes aan de goede kant zitten. Opnieuw een onderdeel wat op de juiste manier in elkaar gezet moet worden, want die zorgt ervoor dat er ook de tientallen en de honderdtallen meegeteld gaan worden. We hebben nog meer telringen nodig, maar omdat het steeds hetzelfde is, gaat dat wat sneller. Opnieuw een onderdeel wat we eerder gemaakt hebben, waarbij er op gelet moet worden dat het de juiste richting heeft. Goed in elkaar zit natuurlijk. En het is te zien aan de hand van de streepjes op het rondje op welke manier de zaken in elkaar geschoven moeten worden. Het past weer aan de telring. Het tandwiel eromheen, maar weer in de juiste volgorde, zodat het de goede kant op kan draaien. En dan krijgen we nog een keer zo'n onderdeel. Op de juiste plek. En bij deze laatste moeten er weer wat verbindingsstukjes aangemaakt worden. Ook daar komt weer zo'n remsysteem op, waardoor het maar één kant op kan draaien.
moet een asje voor gemaakt worden. De juiste ringetjes op de goede manier erop geplaatst. Soms lastig om over het hout heen te schuiven. Even kijken of het glad gemaakt kan worden en eventueel geschuurd. En dan kan de eerste telring erop worden geplaatst. Daar moeten natuurlijk de andere telringen bij komen. Maar ook daar weer goed opletten dat het haakje omhoog schuift en goed past in de tweede telring. Weer een paar tussenringetjes waarvan er eentje in het midden draait, want soepel moet gaan. En dan zit er weer een ringetje waar het telsysteem omheen moet komen en op de juiste manier moet zitten. De laatste ringetjes. We gaan op pagina 16 een paar elastieken plaatsen. En dat is eigenlijk alleen maar om het systeem op de goede plek te houden. Zodat het niet verschuift als het geplaatst wordt aan de zijkant. Aan de achterkant komt een tandwiel. Daar staan pijlen op om de juiste richting aan te geven. Dan moet er twee keer hetzelfde systeempje worden gemaakt. Het is bedoeld om de telringen zo te laten draaien dat er het tiental en het honderdtal op het juiste moment meedraait. Onderdelen in de juiste volgorde. Natuurlijk moet het soepeltjes in de cirkel lopen. Het moet op een plankje worden gemaakt. Controle op de werking en dan kan het vastgemaakt worden aan de zijkant bovenop de telramen. De tandwieltjes moeten goed aansluiten op die van de telwielen. We gaan er nog een elastiek om maken. Ook nu weer om het stevig vast te houden en het op zijn juiste plek te zetten. We maken een onderdeel wat straks een penhouder wordt boven op de kassa. Nokjes op de goede plek erin, onderdeeltjes erbovenop. En dan kan dat onderdeel ook weer aan de binnenkant worden vastgemaakt. Het volgende onderdeel dat is buigbaar, voorzichtig mee omgaan. En dan komt aan het einde van het telsysteem nog een tandwiel waarbij je weer goed moet kijken hoe de tanden lopen. En dan kan het in elkaar geschoven worden met het middendeel wat we eerder hebben gemaakt. Dat is niet heel simpel te doen, omdat er veel verbindingsstukjes zitten. En als er eentje scheef zit, of niet op zijn juiste plek, dan lukt dat nog niet zo makkelijk. Door goed te zoeken naar een beetje verbinding,
de assen op de juiste plek, kan uiteindelijk het geheel stevig worden aangedrukt. Soms even bijsturen met behulp van het hulphoutje. En kijken of alles strak zit. Nu de zijkanten verbonden zijn, zijn de elastieken niet meer nodig, kunnen doorgeknipt worden en weggehaald. Dan moet er aan het middendeel nog een onderdeeltje gemaakt worden wat draaibaar moet zijn en de tandwielen wel of niet blokkeert. Nog wat stukjes van de penhouder. En die kan ook vastgemaakt worden aan wat we inmiddels gebouwd hebben. Het moet alleen even iets uit elkaar worden gewrikt en daardoor laat het middendeel weer los. Dus pas op dat je daar weer goed stevig vast zit. Een paar boogjes. Even goed kijken naar de verbindingsplekjes. De ene keer moet het juist in het gleufje en de andere keer niet. En er komt met behulp van een elastiekje een draaisysteempje aan. En dat gaat er straks voor zorgen dat de telwielen op hun plek blijven. Moeten vastgemaakt worden aan het bordje voor de muntjes en komen dan onder het systeem met de teller. Moeten goed aansluiten op de gaatjes die erin zitten en dan moet het stevig worden geplaatst. Lastig om dan tegendruk te vinden daar waar je het even stevig aan moet drukken, maar natuurlijk niet eerder geplaatste onderdelen wil verplaatsen of kapot maken. Voor de stevigheid wat bogen eroverheen. Even zoeken naar wat stevigheid, dat het op zijn plek zit, om het vervolgens echt sterk aan te drukken, maar dat valt niet mee daar onderin waar weinig ruimte is. Op pagina 29 maken we een stukje van de bodemplaat. Even goed letten op de richting waar alles in ligt. Er moet een beweegbaar onderdeeltje opgemaakt worden en dan gaan we met behulp van elastieken zorgen dat de bodem niet meer wegglijdt. Door het op de juiste manier daarin te zetten en door de gleufjes te halen, ontstaat er een bodem die niet meer glijden wil. Aan de andere kant moet natuurlijk precies hetzelfde. Dan moet het op de bodemplaat worden geplaatst en opnieuw is het moeilijk om het op zijn juiste plek te krijgen, maar eerst weer zoeken nadat het verbinding heeft, ook al zit het maar een heel klein beetje vast. En dan kan er met enige kracht het spul worden vastgezet.
Overal controleren of het inderdaad goed aansluit. Want bij kieren dan zit het vaak de werking in de weg. Het elastiekje moet geplaatst worden door het gaatje heen. Ik kreeg het met mijn vingers niet zo voor elkaar, dus ik heb gebruik gemaakt van een verbogen paperclip, waardoor ik hem wel op zijn plaats kon krijgen en met behulp van het hulphoutje kon ik hem daar vastzetten. Er moet aan beide zijkanten een onderdeel geplaatst worden wat kan draaien. Dan kunnen we gaan beginnen aan het onderdeel wat het papiergeld moet verwerken. We maken eerst een as dat uit twee delen bestaat en dan vervolgens verschillende soorten wieltjes erop. Die moeten natuurlijk in de juiste richting worden geplaatst, maar dat wijst zichzelf. Dan moet er een onderdeel op waarbij je echt even extra moet kijken, omdat het maar op één manier goed zit. Er zit een tandje aan. En zo komen er nog twee van dat soort draaisystemen. En dan moet nog een keer zo'n wieltje op waarbij het tandje op dezelfde hoogte moet zitten als aan de linkerkant. We gaan deze draaiwielen voorzien van een elastiekje, waardoor ze stroef genoeg zijn om het papiergeld straks te verwerken. Op alle drie de wielen een elastiek. Het lange deel kan dan erin gedraaid worden en aan de andere kant voorzichtig uitgebogen en geplaatst. De eerder geplaatste draaibare delen moeten wel aan de bovenkant zitten natuurlijk. En als de draaistang geplaatst is, even goed controleren of de beide zijkanten inderdaad de goede kant op wijzen. En dan kan aan het eind twee ringetjes worden geplaatst. Het systeem moet nu nog makkelijk kunnen draaien. Opnieuw een as met daarop een aantal rondjes die druk moeten uitoefenen op ons papiergeld. De rol kan er ingezet worden in de beweegbare onderdeeltjes. En dat klapt dan zo naar beneden en daar komt een afdekplaatje voor. Er moeten twee keer tandwielsystemen gemaakt worden.
En een onderdeel wat hoort bij de beveiliging. Hier zit een schuifje wat wel of niet voor het sleutelgat komt. De tandwielen komen op de juiste plek en moeten verbinding hebben met de andere tandwielen, waardoor de kassalade daarmee verbonden is. En dan kan het onderdeel van de beveiliging eraan worden toegevoegd. Zorgen dat het goed aansluit en uiteindelijk stevig verbonden wordt met de verbindingstukjes. Met behulp van een klein elastiekje maken we het beveiligingshendeltje verend. Je ziet dat daar de beveiliging er wel of niet inschiet. Op pagina 38 beginnen we met een nieuwe as. Het onderdeel hoort bij de verwerking van de munten. En het moet natuurlijk op de goede manier in de juiste volgorde worden geplaatst. En de laatste twee rondjes draaien straks weer ergens in, dus moeten goed glad zijn en met wat wax bewerkt. Er zijn nogal wat onderdeeltjes nodig om de muntenopvang goed te regelen. Onder andere een onderdeeltje met een veersysteem. Dit laatste onderdeel wordt zo direct verbonden, zodat het tegen een bolletje aanvalt en al of niet veert. De verschillende onderdelen kunnen bij elkaar gepast worden, kijken of het draait natuurlijk, en dan de nokjes goed passend maken en voorzichtig verbinden, maar wel zo dat het niet kiert. Het draait goed. Dan kan het plankje er bovenop. Moet er een heel klein nokje doorheen geduwd worden. Dat het wat moeite kost, kun je eventueel gebruik maken van het hulphoutje, zodat je niet de vingers kapot duwt. En dan moet het verbonden worden aan de middenkant van de kassa. Dat is best wel even lastig, want dat nokje wat we er net doorheen hebben gedrukt, moet nu weer terug. Maar wel vallen in het oogje van de houder die daar zit. Er komen een paar staanders met de gleuf voor de muntjes. En die kan dan weer verbonden worden aan het middendeel.
de rechterkant eerst weer wat verbindingstukjes erop. En dan al die alle verbindingstukjes geplaatst zijn, komt er een tandwiel wat aan de achterkant verbonden wordt met een klein tandwieltje, maar daar blijft ruimte tussen zitten. Dat maakt het bouwen aanvankelijk wat lastig, maar door er een afdekonderdeel op te plaatsen, komt het toch weer vast. Nog een tandwiel. Dat komt er eerst los in en dan een soort borgpennetje eroverheen, zodat het er niet meer afvalt. En opnieuw een tandwielsysteem met twee tandwieltjes, een kleintje en een grote. En die moet op zo'n manier geplaatst worden dat de verschillende tandwielen meebewegen met elkaar. Het afdekplaatje van die tandwielen bestaat uit verschillende onderdelen. Dat goed moet kunnen draaien en waarbij de zo direct door de grote wielen die erop geplaatst worden een elastiek kan zorgen voor de juiste werking. Het tandwiel moet natuurlijk goed op elkaar aansluiten. En dan kan het afdekplaatje erop, maar dan moeten wel de asjes op de juiste plekken zitten, waardoor het toch nog goed kan draaien allemaal. Even checken of het inderdaad zo is. En dan moet er weer een remwiel gemaakt worden, waardoor een onderdeel maar één kant op kan draaien. Een ring en een tandwiel eraan vast. Plankje waar het zo direct aan verbonden moet worden. En dan kan het tandwiel worden geplaatst zodat het de andere tandwielen meeneemt. En dan moet er een tandwiel overheen waarbij opgelet moet worden dat de tanden juist de richting op wijzen. En dan kan het afdekplaatje er zo overheen dat het past op de nokjes, maar ook om het rondje. Nog zo'n afdekonderdeeltje. En dan mogen er nog twee plankjes worden geplaatst, waardoor het een stevig geheel wordt. Er moet een elastiekje worden geknoopt, dat moet iets korter zijn dan oorspronkelijk. Even flinke knoop erin.
en de rest afknippen. En dan moeten daar de onderdeeltjes opgemaakt worden in de juiste richting. En dan kan het elastiekje daar in het gaatje vervolgens erop geplaatst worden. En dan komt het tweede onderdeeltje erbovenop. Dan moet het uiteinde van het elastiek eigenlijk goed in het gaatje vallen, zodat het niet uitwijkt. Elastiek onder het rondje langs en vervolgens verbinden, waardoor het goed draait en inderdaad een soort veersysteem heeft. Van bladzijde 47 en 48 wordt het gekoppeld. Eerst een paar verbindingstukjes erop. En dan mag de zijkant geplaatst worden aan de kassa. Ook hier weer veel verschillende verbindingstukjes, waarbij goed gekeken moet worden of ze allemaal passend zijn. Omdat je iets schuin begint, is het vaak lastig om het goed vast te krijgen. Maar door iedere keer een klein beetje verbinding te zoeken, komt er uiteindelijk een moment waarop je het stevig kunt aandrukken en het passend kunt krijgen. Dan moet er onderaan nog een tandwieltje worden geplaatst. En kunnen we beginnen aan de hendel. Belangrijk natuurlijk dat het op de goede manier tegenover elkaar ligt. En dan kan het spul in elkaar geschoven worden. De hendel klaar. Die moet zo geplaatst worden dat de haakjes daar naar boven wijzen, zodat hij inderdaad een goede werking heeft. En zo neemt hij de tandwieltjes mee en brengt de haken naar boven. Opnieuw het plaatsen van een aantal verbindingstukken. Waaronder een paar stukjes om de sleutel in vast te zetten. Dat is het laatste verbindingstuk. Er moet nog een stukje gemaakt worden wat aangeeft dat het slot daar hoort. Maar voordat je die plaatst, moet het onderdeel met het rondje daaronder geklemd worden. En dan kan de echte zijkant erop worden geplaatst. Ook hier weer zoeken naar de verbindingstukjes. Belangrijk om
te zorgen dat je op de juiste plek tegendruk geeft en niet ergens wat verplaatst of breekt. Afdekplaat van het muntenmechanisme. En dan kunnen we ook aan de andere kant wat verbindingsstukken gaan plaatsen. En ook het laatste verbindingsstukje hier, waardoor ook de andere zijkant er tegenaan geschoven kan worden. Bovenop komt een rand, dat moet even weer ingeschoven worden waardoor de zijkant uitgebogen is. Daarna weer even stevig vastzetten. En dan moet er aan de binnenkant wat haakjes komen. Lastig om daar aan de binnenkant te werken en toch nog kracht te zetten. En dan komt daar het bordje op van het cache-register. Op pagina 57 gaan we aan het bouwen met het bakje voor het muntgeld. De verschillende onderdelen passen gewoon tegen elkaar aan en moeten stevig in elkaar worden gedrukt. Het bakje voor het papiergeld is wat ingewikkelder. Dat kan via de sleutel worden uitgedraaid en er zit een klem op. Daarom zijn er een aantal tandwieltjes nodig die met een verbindingsstukje worden geplaatst. En daar komt een stukje tussen wat heen en weer bewogen moet kunnen worden. Pas precies tussen de tandwieltjes. En met een borgpennetje vastgezet. Een soort slingertje. Ook die moet geborgd worden. En dan komt daar een houder die het kleine rondje goed vastpakt. En aan de andere kant draaibaar wordt vastgemaakt. Met behulp van een elastiekje wordt het systeempje verend en werkt prachtig. Voor de randen zijn er ook stukjes met tandjes. En daar komt een houdertje op die straks het papier gaat vastklemmen. De tweede zijkant kan het vastgemaakt worden. Niet alleen de nokjes moeten passen, maar ook de tandjes van de tandwielen moeten tegen elkaar goed aansluiten. Anders gaat het niet passend worden. Het eindstukje van de houder
En dan moet eerst de houder worden verbonden, zodat die gelijkmatig wordt neergezet. En ook hier weer de nokjes vast en de tandwieltjes verbonden. De voorkant van het kistje erop. Stevig, sterk in elkaar, dat er geen kieren ontstaan, want dan past het niet. En dan kan de lade voor het papiergeld erin geschoven worden. Aan de achterkant zit een nokje waar de bak voor het muntgeld in moet. Dat nokje gaat weg als de papierlade weer een klein stukje open staat. Nu kan het bakje voor het muntgeld erin. En die kan er niet meer uit als de papierlade dicht zit. De sleutel, mooi plekje. Muntgeld in de gleuf, de hendel naar beneden en je ziet dat de teller iedere keer een muntje telt. Door de hendel een paar keer heen en weer te bewegen, wordt het elastiek opgebonden en komt er een manier waardoor het papiergeld de kassa wordt ingetrokken. En daarvoor kun je natuurlijk echt geld gebruiken, maar ook zelf geld gaan drukken. In het eerste begin hebben we een code ingevoerd bij de onderdelen die daar werden gebouwd. En die is daar in te stellen tussendoor. Als die niet op de goede manier gaat, dan gaat het gaatje voor de sleutel niet open. Door hem op de juiste manier in te stellen, kun je met de sleutel daar het sleutelgat openen en daarmee de kassalade weer openzetten. Door hem te openen kan de kassalade open. Gaat ook de telling terug. Kan het muntgeld uit het kastje worden verwijderd. Eventueel kan de papierlade worden aangepast als er andere formaten van papiergeld in moet. En ook al is het een ouderwetse kassa, er is een plekje voor plastic kaartje, een pen en een potlood. Bij ons vroeger in de winkel was er echt geen sprake van een kassa. Het heeft heel lang geduurd voordat er een kassa was. En voordat mijn vader ook daadwerkelijk een kassa wilde gaan gebruiken, heeft het nog veel langer geduurd. Berekeningen, prijslijstjes, het werd allemaal gemaakt op een papiertje of achterop een vleeswarenzakje. En voor mij heeft het dan ook zeker een nostalgische waarde om deze kassa te maken. Hopelijk is het bij jou ook goed gelukt en ben je tevreden over de prachtige kassa.